Deze week geen Den Haag, maar niet getreurd, want Oranje speelt zaterdag tegen de Noord-Ieren in Belfast, in Windsor Park. Daar traint het Nederlandse elftal, dus ik ga erheen. En ik spreek Boadu, die jongen is opgeleefd hè, in het Cars Jeans Stadion. Ik sta te wachten op Boadu met allemaal andere journalisten. Ik hoor er nou echt wel een beetje bij. Toen jij het hoorde, dat, weet je, dat je erbij zat, hoe was je reactie? Ik liep heen en weer, ik dacht ja, ik weet niet wat ik moet doen. Dus, Ik heb Boadu net gesproken. Denk je dat hij in de basis start? Denk het niet. Samen met zijn maatje Stanks? Ja, jij hebt hem net geïnterviewd, dus jij hoopt natuurlijk dat jij een basisspeler geïnterviewd hebt. Ja, tuurlijk. Sjoerd, ten eerste wil ik je complimenteren met een geweldige reclame. Je bent echt, ja, je bent eigenlijk jouw vak wel misgelopen. Het begint te regenen met die krant. Ik ben zo een beetje zenuwachtig, want je denkt van ja, nu moet echt het serieuze acteerwerk verwachten, ja. Weet je wel. Dus ik had er voor de spiegel staan oefenen en zo. Is het echt zo? Nee, natuurlijk niet. Nee. Cars Jeans Stadion geeft jou vleugels, hè? Het Cars Jeans Stadion geeft mij zeker vleugels. Ik had in het begin mijn twijfels, als ik eerlijk ben. Maar, waarom dan? Ja, het kunstras ook voor mijn enkel, mijn knie is niet ideaal. Ja, dat komt allemaal dankzij Den Haag. Ja. Dat denk ik ook wel. Nou, je het zegt. Nee, maar ik vind superleuke jongens en leuke voetballers. Ja, en ik vind het mooi, ook voor AZ vind ik het een compliment. Ken jij een speler van Noord-Ierland? Ik niet hoor, ik ook niet hoor, ik ook niet. Ja. Ik ken ze allemaal. Ja, dus het is gewoon een kutteam, toch? Die moeten we gewoon oprollen, als Nederland zelf toch zijn. Maar het is wel echt een kutteam ook om tegen te spelen. Want jij moet een lied gaan zingen na Noord-Ierland. Ik heb al een tip voor jou. Namelijk het OO Den Haag. Om een beetje de Haag te bedanken. Ja, die ken ik nog niet helemaal uit mijn hoofd. Moet ik even de lyrics opzoeken. Heb je nog een beetje een mooie stem? Nee, dat totaal niet. Dus ik heb ook bij de jongens aangegeven dat ze er niet veel van over te verwachten. Ja. Hey, ga jij naar Belfast toe? Ja, zeker. Ik vind het wel echt een stad voor jou eigenlijk. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik ben er nooit geweest, maar dit zijn wel mijn favoriete bestemmingen, ja. De beste gitarist van de wereld komt ook uit Belfast, hè? Is dat zo? Welke? Gary Moore. Oh, Gary Moore, ja, tuurlijk. Ja. Ben je ook fan van Gary Moore? Nee, ik ben geen fan, maar ik neem van jou gelijk aan dat het de beste gitarist ter wereld. De Pearl Jam man, hè? Ben ik, ja. Mike McCready. Ja, die ken ik dus niet. Nee, Mike McCready? Nee. Ken je die? Nee, wie is dat? Dat is de gitarist van Pearl Jam. Sorry, ik ken alleen eigenlijk Eddie Vedder van Pearl Jam. Maakt niet uit. Simon, een kleine voorspelling. Noord-Ierland tegen Oranje. 0-4. 1-2. Wordt een pittig potje. Ja, wordt een taaie klus. Ik dacht over een 0-4. 0-2 winnen. Nee, ik weet bijna zeker dat jij minuten gaat maken en ook het doelpuntje mee gaat pikken. Dus heel veel succes tegen de Noord-Ieren. Dankjewel. Ja, die jongen die komt gewoon helemaal tot wasdom in onze stad Den Haag. Leuk om hem even gesproken te hebben. Ja, toch?